Welkom bij deze nieuwe video van Groningen Spoorzone. Vandaag sta ik op station Groningen Europapark, want ook de aanpak van dit station is onderdeel van het project. Afgelopen jaar is station Europapark uitgebreid met een vierde spoor en een extra perron. In deze video laat ik jullie zien wat er precies veranderd is. Ook heb ik afgesproken met landschapsarchitect Lienke Koopal. Zij is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het stationsgebied en kan ons dus alles vertellen over hoe dat precies tot stand is gekomen. Kom maar mee! Afgelopen jaar zijn hier een vierde spoor en een extra perron bijgekomen. Zo is er meer ruimte voor treinen en reizigers en is het station klaar voor de toekomst. Treinen uit Leeuwarden, Roodeschool en Delfzijl kunnen zo doorrijden naar station Europapark en verder. Het nieuwe perron is te bereiken via de Helperzoomkant met een trap, een lift en een hellingbaan. Ook het deel van het groen is opnieuw ingericht. Geheel in dezelfde stijl, zodat het perfect aansluit bij het al bestaande gedeelte van het station. Nu ik hier een rondje heb gelopen, ben ik eigenlijk best wel nieuwsgierig geworden naar de plannen achter dit station. Dus laten we naar Lienke toe gaan om het haar te vragen. Lienke, jij bent landschapsarchitect. Wat is precies jouw rol geweest bij de ontwikkeling van dit stationsgebied? Vanaf het moment dat ik in dienst kwam bij de gemeente Groningen als landschapsarchitect, ben ik vanaf 2005 eigenlijk van het begin af aan betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit gebied. En dat hield in eigenlijk het ontwikkelen van het ontwerp voor het station en de buitenruimte bij het station. Maar ook de hele omgeving van het station. Als landschapsarchitect of stedenbouwkundige bij de gemeente heb je dan een rol in het samenwerken en aansturen van architecten. Dus die vertellen of samen op met hen ontwerpen aan zo'n station. Maar ook aan de gebouwen daaromheen. Dus dat klantcontactcentrum van de gemeente en de andere gebouwen, de mediacentrale en de andere die je hier ziet. Ja, dus echt de hele omgeving en niet alleen het stationsgebouw. Ja, de hele omgeving. Ja. Ja, juist het station in zijn hele context. Ja. Ja. En wat was precies het idee achter dit station? Wat voor plek moest het worden? Nou, het is wel leuk om te vertellen dat in het masterplan wat ooit voor het Europapark gemaakt is, zou dit station, dat zou een heel hoogstedelijk bouwwerk worden met 30.000 vierkante meter kantoren en allemaal woningen bovenop het station. Begin jaren 2000 werd duidelijk dat dat vanuit externe veiligheid niet meer mocht. Dus toen zijn we opnieuw gaan nadenken van wat voor station willen we dan maken. Bij ons was de gedachte heel erg, dit station dat is een nieuwe toegang tot een hele nieuwe wijk. Dus wat wij graag willen is een plek maken die ook meteen een fijne entree is en ook een fijne plek om te zijn. Dus niet alleen een plek waar je naartoe gaat om op de trein te stappen, maar ook echt binnenkomen in het Europapark. Nou, vandaar dat we uiteindelijk hebben gekozen voor een stedenbouwkundig concept van heel groene stationspleinen. En gebouwen daaromheen die ook zoveel mogelijk, daar waar dat kan, direct grenzen aan dat stationsplein. En een voorbeeld is het klantcontactcentrum van de gemeente. Want je ziet, dat stationsplein dat loopt langzaam af. Ja. En we hebben ervoor willen zorgen dat ook de entrees naar dat klantcontactcentrum, dat die op die half verdiepte delen van het plein al liggen, zodat je direct gewoon entrees en functies en levendigheid aan het stationsplein hebt. Ja, okay. Ja. En vorig jaar natuurlijk een extra perron bijgekomen, een vierde spoor. Ja. Wat voor gevolgen heeft dat gehad voor het stationsgebied? Gevolgen? Nou, het ook heeft invloed. Vooral als gevolg dat ook deze kant, we staan nu aan de Helperzoomkant, ja, dat het station daar gewoon nog meer een entree heeft gekregen. En wat misschien wel leuk is om te vertellen, is dat ontwerp voor dat vierde spoor en het perron, dat hebben we eigenlijk al in 2012 of zo was, eigenlijk al gemaakt. Oké. Toen, in die tijd hadden we het ontwerp voor het driesporige station, zoals wij dat noemden, samen met Movares klaar. De aanloop naar de uitvoering was er al. En ook toen wisten we al dat op termijn er een vierde spoor bij moest komen. Dus dat is echt ingecalculeerd vanaf het begin? Helemaal ingecalculeerd vanaf het begin. Die tekeningen dateren dus eigenlijk al van best wel wat jaren terug. Ja. En we vonden het heel belangrijk dat
Dat het station dan vanaf de Helpershoomse kant, zowel de kappen als al die beleidingen met de natuursteen groen bakken, dat dat hetzelfde zou ogen, dat het echt familie van elkaar was.